Basisschool Het Palet en lokale supermarkt Boni hebben een actie opgezet waar ze geld en voedsel hebben ingezameld voor de voedselbank. Nou, er is hier een actie gehouden voor de voedselbank. In het verleden gingen we altijd elke maandagochtend kinderen geld meenemen voor bijvoorbeeld kinderen in verre landen, voor scholen of voor materiaal voor die scholen. Maar we merkten dat de betrokkenheid wat minder werd. Toen hebben we gezegd, we moeten het over een andere boeg gooien om te kijken of we de kinderen echt in actie kunnen laten komen. En toen hebben we in een kleine commissie iets bedacht en een doel gezocht wat een beetje dichtbij is. De voedselbank is dat geworden. Ja, goed, mijn twee kindertjes, de jongste en de oudste, die zitten allebei op deze school. Dus op een gegeven moment dan wordt het gewoon heel makkelijk. Dan wordt er gevraagd van, ja, kunnen jullie wat en willen jullie wat voor ons betekenen? Ja, goed, en de oudste die is zo vrij geweest om naar de bedrijfsleider te lopen van, mag ik gebruik maken van de emballageton? Er gebeuren veel acties ten bate van de voedselbank, heb ik zo even ook gezegd. Alleen wat hier gebeurt zo massaal, dat is wel iets bijzonders. En ik heb ook gezegd van het zou mooi zijn dat dergelijke acties door anderen worden overgenomen. Dat mag best in dit geval gekopieerd worden, want zoals ze het hier gedaan hebben is echt een voorbeeld voor andere scholen.